eerste gast van vandaag is Ann en ze doet graag een gooi naar de liefde. Ik heb het een gedeelte van het cupspel meegenomen. Ik vind het leuk om mensen uit te nodigen en een borreltje te doen. Maar daarnaast ook met elkaar lekker buiten een spel te doen. Ik ben dol op spelletjes en als ik de kans daarvoor krijg, dan doe ik dat zeker. Ik vind het gewoon fijn. In de zomer leef ik zoveel mogelijk buiten. Ik heb zelfs eigenlijk overal waar ik woonde mijn hele leven al een bedje gecreëerd buiten. Zodat ik altijd ook 's nachts buiten kon slapen. Goedemiddag. Hallo. Hallo. Wat fleurig en fijn. Ja. Wat fijn ja, om jou hier te hebben. Mijn naam. Mijn relaties die ik tot nu toe gehad heb, die wilden haast nooit buiten slapen. Dus we begonnen dan met z'n tweeën buiten. En dan eindig ik meestal alleen. Een proseccootje. Ook. Oh nee, doe maar duur. Champagne. Yes, please. Lijkt me lekker. Zoals Coco Chanel zei, I only drink champagne on two occasions. When I'm in love and when I'm not. Ah, dat is een goeie. Ja. Ja, die houden we erin. Je toen ook al. Ik wil graag afrekenen. Nu. Je hebt nog niks gehad. Nee, maar voor het eten. Ja? Ja, ik vind het zo onkort aan de tafel. Ik ga Wilda niet. Wilda. Ik ben het mooi voor. Ik vind het vreselijk. Dan zeggen die vrouwen, zeggen die man, nee, ik betaal. En dan zegt ze, weet je het zeker? Weet je het zeker? Nou, dan denk ik, god, dat wil ik helemaal niet. Ik heb daar geen zin in. Ik wil eerst een bloemetje meenemen voor mijn date. Ja. Ik denk, nou nee, dat ga ik niet doen. Je kan misschien wel een bloemetje daaruit trekken. Ja, maar dat is allemaal nep. Dat hoeft hij niet te weten. Ik heb geen idee wat ik afreken nu. Nee. Ga je het me vertellen? Ja, 850 euro. Van nee, toch? In deze tijden. Met een date als Pim sta je altijd voor verrassingen. Ik heb voor mijn nieuwe geliefde een boek meegenomen. Een spiritueel boek wat ik zelf geschreven heb. Mijn allereerste boek. En dat heet Zijn in Vree. En dat is een deel van een trilogie. En het is opgebouwd uit Zijn, Zin en Zon. Hallo. Hallo Pim. Goedenavond. Je hebt een cadeautje bij je, zie ik al. Ja, een cadeautje. Ja, daar word ik zo blij van. Ja, maar is niet voor jou. Nee, weet ik. Maar ik word zo blij voor het feit dat deze mooie dame door jou verrast gaat worden. Daar word ik blij van. Ik hoop bij First Days een vrouw te ontmoeten die bepaalde hoogte met mij matcht. Dat we leuke gesprekken goed kunnen praten. En ik kijk vooral naar haar energie. Hallo. Hallo. Hi. Ik ben Pim. Ik ben Ann. Hoi, gezellig. Ja, leuk dat je er bent. Ja, cool, dankjewel. Ga zitten. Leuk. Ja. Heb je het koud? Je hebt heel koud of ben je van de zenuwen zo koud? Je wil echt super koude handen. Moet je voelen. Ja. 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 Oh, joh. Zenuwen? Nou, dat weet ik niet. Oh, okay. Gewoon koude handen, hè? Oké. Okay. Ja, dat kan ook. Gewoon koud. Ja, kan ook. Ja. Hij is niet knap. Ja, kan er ook niks aan doen. Hij is niet knap. Maar wat voor mij is dit niet knap, voor jou is dat niet knap. Nou, ik had voor jou een cadeautje meegenomen. Wat lief. En ik hoop dat je het mooi vindt. Wat lief, dank je wel. Joh. Nou, wat spannend. Zijn in Vree. Kom in verbinding met je intuïtiewerking. Deel 1. Zijn in Vree. Oh, dat is van jezelf. Ja, klopt, ja. Ja, dat is mijn eerste boek die uitgekomen is. Joh, wat spannend. Is het autobiografisch? Nee. Hoewel ik het wel doorlopen heb allemaal. Maar het is een trilogie. Ja. Dit is het eerste deel, Zijn. En het tweede deel is Zin. Zin in Vree, die is ook al uit. En het derde deel is Zon in Vree. Nou, ik ben dol op de zon. Ik vind hem de laatste tijd erg heet. Zullen we even proosten? Ja, dat dacht ik ook. Hey. Proost op de zon. Ja, laten we dat vooral doen. Ja, ja. We gaan voor voorhoofd en toe, hè? Of niet? Nou, ik neem alleen maar een hoofdgerecht. Vind je het niet lekker? Of nee hoor, maar ik eet bijna eigenlijk nooit overdag. Oh, wat dan? Meestal pas 's avonds om 8 of 9 ga ik dan eten. Dan is je eerste maaltijd. Ja, ja. En zo leef ik al 20 jaar. En niet heel rigide of fanatiek erin. Nee, soms heb ik 's ochtends honger. Oh, dan ga ik heerlijk ontbijten en dan geniet ik daarvan. Of lunch, wanneer ik maar trek krijg. En in de regel is dat vaak alleen maar 's avonds. Deze meneer wil alleen maar een hoofdgerecht. Dat kan. Ik wilde vragen of de oesters met grote maat als hoofdgerecht kan geserveerd worden.
Dat kan natuurlijk, maar je moet wel begrijpen dat het gewoon twee kleine oestertjes zijn. Dus ik weet niet. Ja, nee, dan dus meer oesters. Wilt u anders niet gewoon bij het voorgerecht een oester, bij het hoofdgerecht een oester? Anders heeft u elke keer, dus moet u elke keer zo kijken en wachten. Nou, zullen we dat doen? Dat vind je ook fijner, hè? Ik zou het wel fijn vinden. Ik vind het heerlijk om te kijken naar iemand die heet. Ja, dus twee, twee, twee. Maar zij vindt het wel fijn. Als dessertje wilt u ook dus een oester? Ja. Nou ja, alleen zitten eten met iemand die je aankijkt en alles op jou gericht. Nou, dat vind ik niet fijn. Mevrouw, ik heb hier de toast met jamon ibérico, artichok en paddenstoeltjes. Dank je. En voor u heb ik oesters, eenmaal naturel en eenmaal met rosé granité en granaatappel. Ja. Dank je wel. Lekker. De panzanella. Supermooi. Tomaatsalade. Dank je. En de oesters au naturel. Dank je wel. Dank je wel. Ja, ziet er mooi uit, hè? Prachtig. Ja, dat lekker veel groentjes. Ja. Ik ben heel erg van buitenleven. En dus in de zomers leef ik eigenlijk hoofdzakelijk buiten. Omdat ik dat het fijnst vind. Ja, nou zo is mijn buitenslapen begonnen. Mm. Had ik dat al verteld of niet? Mm-mm. Oh, ik slaap buiten. Ja, ik ook. In mijn tuin. Ja, wow. Mijn hele leven al. Oh, ik loop hier maar pas 3 of 4 jaar. Oh, deze week heb ik niet buiten geslapen. Het ligt er ook aan... Hoe vroeg ik? Nou, ik ben een ochtendmens, dus ik ben altijd heel vroeg op. Ik ook. Echt heerlijk. Ja. Ik ben op als de dag begint. Wat ga je dan doen? Een grote pot thee zetten. Met een sigaretje. Rook je? Nee, ik heb heel lang gerookt. Ik denk een jaar of 10 niet meer of zo. Oh, dat is goed. Daar ben ik dankbaar voor, maar ik heb er niks voor hoeven doen. Nee? Dat liet gewoon los. Nou, er zit wel een leuk verhaal aan vast. Ik was op een feestje en daar hadden ze ecstasy. En Pim, moet je eens proberen? Nou, ik sta er wel open voor. Tuurlijk. Dus ik nam ecstasy en ik vond het fantastisch, zeg. Hey. Jeetje. Ja. En de volgende ochtend werd ik wakker op je koffie. En later dacht ik, ik rook helemaal niet. Wat raar. 30 jaar gerookt, hè? Ja. Het was weg. Oh, joh. Ik moet gewoon ecstasy gaan nemen. Maar ja, ik weet niet of het bij iedereen werkt. Nee. Dat zou wel mooi zijn, hè? Ja. Ja. Panna cotta van chocolade. Lekker. Alsjeblieft. En de laatste. Dank je wel. Kun je nog wat drinken? Nou, Nog een grapefruitsap graag. Grapefruitsap. Ja. Je toetje. Ja. Maar ik ben wel erg, als ik jouw verhaal dan allemaal zo hoor, ben ik wel stik jaloers op je. Ja? Dat je alles zo makkelijk loslaat. Ja. Heeft dat heel lang geduurd voordat je dat allemaal kon? Als je het echt durft, hè? Ja. Als je het echt durft, dan gaat het gebeuren. En dat zie je ook met eten. Ik ben ook op een gegeven moment gaan eten alleen maar wat ik wil eten. Ja. Maar zo ook dus met kleding. Ja. Ik zit nu met schoenen aan. Nou, ik moest echt weer wennen om naar schoenen te lopen. Ja. In de winter, ik heb geloof ik geen enkele schoenen aangehad. Alles wat mij beknelt. Ja, dat is afschuwelijk. Ja, dus ik heb een BH aan. Nou, dat is het ergste wat er is. Vreselijk. Ik vind het echt te erg voor woorden. Maar mijn zus zei, Annie mag niet zonder BH. Wat een kutdingen. Het zijn gewoon kutdingen. Ik had tepelpiercing en ja, nou ja, als je geen BH aan hebt en er komt zo'n vleugje wind. Nou, dan had ik harde tepels en dan zag je mijn piercing extra. Maar dat is het eerste wat ik uitdoe als ik thuis kom. Maar want ik vind het vreselijk. Alles maar, wat strak maar dan houdt ze wel van jou. Ja, denk je dat? Ook al zegt ze het verkeerde. Ja. Maar dat geeft niet. Nee, ze bedoelt dat, echt nee, goed. Dat geloof ik ook. Ik heb een hele lieve brief voor u ontvangen. Oh. Alsjeblieft. Dank je wel. Oh. Nou, zeg. Dat ontroert me wel. Er stond op, ik heb al betaald, Ann. Daar was ik ontroerd door. Want dat vond ik wel heel erg lief. En ik vind het ook fijn als iemand mij iets geeft. Dan heb je 6 oesters van mij gekregen. Dat vind ik echt ontroerend. Super lief. Dank je wel. Alsjeblieft. Hey. Hoi, gezellig. Ik zat al zo alleen. Ik denk, het was gezellig. Ja, leuk. Ja. Lekker gegeten? Ja, het was echt heel erg. Heerlijk avond. Ja. Ja, vond jij het ook lekker? Heerlijk, heerlijk. Dit heb ik nog nooit zo gegeten. Fantastisch vind ik dit. Het moment van de waarheid. Willen jullie elkaar nog een keertje zien? Nou, ik wel.
Ik niet. Jij niet? Nee. Nee, was het too much? Wat bedoel je? Nou, ik. Ben nee. Ik too much? Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Daar waren we weer. Daar zijn jullie weer. Ja. Kijk eens, zal ik je tas even vasthouden? Ja. Dat wist jij nog, de jassen. Ja, tuurlijk weet ik dat. Goed, zeg. Ja. Let goed op. Voelt het niet goed? Niet genoeg voor een liefdesrelatie. Oké. Okay. En ik zoek echt wel een liefdesrelatie. Dat snap ik. Ja, ja. 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 Oké, okay. Nou jammer. Ja. Want ik was heel nieuwsgierig naar je. Ik vind je een interessante man. Ja. En ik denk, oh, spannend. Ik ben benieuwd naar de rest. Ja. Bedankt voor alles. Ik heb genoten. Het was heel lekker. Heel fijn om te leuk. Ja, we hadden best wel een leuke overeenkomst ook. Ja. Hè? Iemand die ook buiten slaapt. Bijvoorbeeld. En zulke rare tijden ze naar bed gaat en opstaat. Ja, en een hele leuke energie heb je ook, vind ik. Iemand die wel van het leven houdt. Of zeker. Wil leven. Dus dat heb ik allemaal gezien, maar weet je, het moet net allemaal precies 100%. Hè?